We gaan iets heel spannends doen en jullie moeten allemaal even meekijken op de livestream, de Facebookpagina van Goeie Tijden. Ja, we gaan namelijk iets heel spannends doen. We gaan, Zei ik al. Oh. Nou ja, dan zeg ik het nog een keer. Zeg het. We gaan iets heel spannends doen. We gaan namelijk niet één personage onthullen, we gaan er twee onthullen. En op een heel speciale manier. Kijk maar even mee. Ongelooflijk. Hallo allemaal. Ja, twee nieuwe personages, zoals hij het al. In feite eigenlijk oude personages. En die hebben heel veel met Ludo en Janine te maken. En daarom is ons gevraagd vandaag om een tipje van de sluier op te lichten. Eigenlijk vrij letterlijk. Maar ja, eigenlijk om die hele lap straks weg te trekken. Ja. Nou, Ron heeft het net al een beetje gezegd. Dit is natuurlijk een heel speciaal moment voor jullie. Om hier in deze geheime locatie te zijn. Want eigenlijk is dat alleen voor ons weggelegd om hier ons werk te doen. Maar goed, nu jullie er dan toch zijn, zal ik het vertellen. Dit is dus de locatiebox, zoals jullie die kennen uit de serie. Die is ooit ontstaan als horecagelegenheid. Waar de jongelui hun kopje koffie komen drinken en misschien nog wat anders onderhandelen. Een prachtige arena voor de mooiste verhalen. Het was ook een plek om een podium te bieden aan kunstenaars. En wie was daar verantwoordelijk voor? Ludo's zusje Maxine. Ze is er helaas niet meer. Maar Ludo is ook door haar heel erg geïnspireerd geraakt. En hij heeft een oude liefde, dat is de kunst. En hij gaat in het verhaal zich weer bezighouden met kunst. En toen dachten wij met z'n allen, wat is er leuker, de nieuwe personages die in de serie gaan komen, te onthullen middels een kunstwerk. En we hebben de kunstenaar Erik Zwezerijnen zo gek en zo goed gevonden om een prachtig eerste kunstwerk te maken van de nieuwe personages. Dus dat gaan we nu doen. Voordat we dat gaan doen, zal ik jullie vertellen dat één van de personages ook kunstenaar is en veel met Ludo en Bing zal gaan samenwerken. Dus daar gaan de spetters vanaf schieten in de komende tijd. Oh jee. Hij heeft nog een andere band trouwens met Meerdijk, want hij is hier al eens eerder geweest in een ver verleden. Dus, nou ja, spannende kant op. Zullen we dan maar iets doen? Nou ja, het tweede personage heeft vooral met Janine te maken. Ze heeft eigenlijk al de hele leven een band met dit karakter. Ze hebben elkaar in feite, ze spreken elkaar heel vaak. Dat zie je dan niet echt in beeld, maar dat blijkt nu zo te zijn. Alleen zien ze elkaar niet zo vaak, omdat het desbetreffende karakter, ik moet steeds in de ratio praten, naar het buitenland is geëmigreerd. Maar ik denk dat het nu wel tijd wordt om dit. Nou, ik wou nog even. Nee. dames en heren, Liedewijn Maler en Tim Immers zijn vanaf half mei te zien als Mark en Marieke de Moor. Personage, een nieuw actrice, maar een oud personage. En, nou, als ik het goed heb, was het 1995, dat Marieke vertrok met Mark naar Italië. En nu zijn ze weer terug, hier in Meerdijk. Kan je iets over vertellen, heel een beetje, over waarom jullie weer terug zijn? Ja, ja, ik kan er wel iets over vertellen. Wij zijn natuurlijk niet zonder reden teruggekomen. We hebben een goede reden om terug te komen. Wij willen namelijk een nieuw bestaan opbouwen in Meerdijk. Dat wil zeggen, Mark en Marieke willen dat. Verder kan ik zeggen dat wij ons rijker voordoen dan we zijn. We wonen in de Rozenboom. is wat het lijkt natuurlijk. Volgens mij mag je niet zo heel veel meer zeggen. Ik zie al mensen in de zijkant al heel nerveus geworden. Nou jij dan, want voor jou is dit natuurlijk een soort... Nou ja, nou, het was even geleden. Je ziet aan de schilderij dat er niks veranderd is. Nee, heel bijzonder natuurlijk om naar volgens mij 28, daar nou, zijn we het niet helemaal over, maar heel lang geleden terug te komen. En nou, voelt dus een warm bad. Ook mede door jullie trouwens. Het is heel bijzonder om dan toch weer terug te komen. En ook gelukkig nog heel veel mensen te kennen van vroeger. Dus dat is ook wel niet alleen in de cast, maar ook de crew.
En nou, ik kan niet anders zeggen dat iedereen heel erg zijn best gedaan heeft om ons allebei heel erg welkom te laten voelen. En nou, we zijn al stiekem een paar weken bezig, dat is heel bijzonder. Mooi. Nou, willen jullie een hebben jullie genoeg foto's? Moeten we even poseren? Ja, misschien wel leuk. Want we kunnen ook eerst even wat anders doen nog, dat elkaar geven aan de regie. Want we hebben nog wel wat hele leuke beelden van zowel vroeger als beelden die al opgenomen. Ja, de pasante beelden kunnen wel schoppen. Ja, we houden het binnen het kamers. Dus nou, zeg het maar wat jullie willen. Dus we eerst even poseren. Achter jullie. Oké. Eerst dat maar doen. Dat maar doen? Ja. Even weer even die Marco-Marieke zijn. Ik weet dat je Marco lacht, maar je moet echt toegeven dat hij fantastisch zwemt. Ik hoef helemaal niks toe te geven. Die jongen kan uitstekend zorgen voor zijn eigen publiciteit. Het is wel jammer dat je nooit meer kunt wisselen zwemmen, hè, Mark? Wie wist het zwemmen? Ik was het zwemmen. Hoe ging het? Het was een ramp. Ik kom geen meter vooruit, ik begin van de pijn. Leven is een invalide. Kom bij mij werken als model. Ja, dat is helemaal niets voor mij. Ik wil zwemmen. Goedemiddag. Hey, ik kom zeker je check halen. Ja, ligt het klaar? Moet je even aan Daniel vragen nu je persoonlijke assistent heeft, zal alles wel keurig geregeld zijn, hè? Mark, Marieke Kors. Ik wil je even voorstellen aan mijn productieassistent. Daarvoor gaat het erom leiden. Wat kan ik wel? Het is het eigenlijk voor een meisje. Het is een schatje. Ze is heel jong, maar ze is hartstikke. Ah, kom op, je vindt het helemaal niet erg dat ik niet met je meega. Helemaal niet. Heb je Marieke toch voor je alleen? Geef nou maar toe dat je veel liever in je eentje gaat en volgens mij vindt Marieke het ook prima. Ze is dol op je, weet je dat? Als jullie gaan trouwen, dan krijg ik toch wel een uitnodiging voor het huwelijk. Dat is echt. Ik ben de eerste die door. Ik krijg gewoon nog niet over trouwen gehad. Dag lieverd. Veel geluk. Is jullie zaak nu tijdelijk dicht of nemen Claudio en Alessandra waar? We hebben tabula verde verkocht. Wat? Ja, het roer moest om en nou ja, waarom zijn we hier? Wij wilden jullie uitnodigen voor het diner. Toch, Mark? Ja. Eigenlijk bij de familie, in de Rozenboom. Heb je enig idee dat ik dit op moeten afrekenen? Ja, dat is nou allemaal super lekker. Ja, het is wel de laatste keer. Hartstikke mooi. Deze nieuwe beelden die waren voor mij en Caroline ook voor ons vieren, waren dus op het eerste moment dat we die zagen. En daar waren jullie getuigen. Tim en Marieke. Ga er wat in ieder. Ja, spannend. Nou, niks veranderd zoals jullie kunt zien. Ik ook. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Ja. Even de foto maken van jullie vier. Is het goed? Ja. Ja, zullen we eerst daar beginnen? Zullen we dat ding? Pas op hoor. Gaat het fout? Dat doek, ja. Hey. Vanuit de yes. Ja, yes. Komt-ie. Ja. Komt-ie even deze allemaal. Helemaal goed. Gaat langs, hè? Schiet nou eens op, hè. Ja, komt ie. Dankjewel. Laatste. Top. Laatste drie. En de laatste.